precies te zijn, 1987. Toen ben ik ermee begonnen. Toen heb ik die vijver gehouden. Als ik het blad uit heb geschept, moet er nog even voorbij. Dan gooi ik ongeveer 20 kilo kalk in. Omdat het water te zuur geworden is. En als het water te zuur is, komen de eitjes van amfibieën niet uit. Dus dan gooi ik er kalk in, dus dan wordt het weer aangevuld. Dus ik laat hem dus ook altijd zoals het is. Nou is hij helemaal bedekt met de eendekroos. Als het ene keer vriest, dan is het weg. En dan schep ik hem leeg. Nou, leeg niet. Dat er altijd een hele baggerlaag in zitten van 50 centimeter. Anders het is allemaal wellicht op de bodem. Want ik ken die aanzoek met de pomp eruit halen, maar dat doe ik niet. Dus ik doe met de schep net alles eruit en dan gooi ik het daar neer en dan zoek ik het helemaal na. Elke keer. En dan gooi ik het achter in de dingen en waar ik dan een levende haven, die gooi ik weer terug. Bloedzuigers. Die zit er ook in? Ja. Het zijn in Nederland verschillende soorten bloedzuigers. En de twee grootste, dat is dus de onechte paardenbloedzuiger, heet die. Die zit hierin. En je hebt nog de medicinale bloedzuiger. Maar die heb ik niet, helaas. En die medicinale bloedzuigers, die gebruik je vroeger voor aderlating. En die zijn ontsnapt. Die zitten gewoon in de polder, hoor, in sloten. Die worden ongeveer een decimeter lang. En een onechte paardenbloedzuiger lijkt er heel veel op. Die zit hier ook. Die zuigt geen bloed. Die vreet dus kleine diertjes. Stikt die heel in, hij of zij. En die bek van een bloedzuiger is driekantig. Zijn net drie mesjes, zo, een driehoek. En daar snijden ze mee. En dan zuigen ze bloed. Maar degene dus die hier in de vijver zitten, als je daar in een potje zet, één, en je gooit er een piering bij, dan slikt hij die heel in. Dus die zuigt die in. Die zit hierin. Die zit er gewoon in de polder, hoor. Eigenlijk is het zo, dat hier heb ik het zo gedaan, daar zit er geelgrande watertor in, er zitten bootsmannetjes in. Daar zit de pikzwarte waterkever in. Dat is de grootste waterkever in Nederland, ongeveer 4 centimeter groot, zo groot. Die zit er allemaal in. Dus ik heb eigenlijk, dan zitten er drie soorten salamanders in. Zit ik op het land, hoor. En dan padden en gewone, de bruine kikker. Ik heb geen groene kikkers, dus ik heb bruine kikkers. Ik heb hem niet, die zit hier dus. Maar in eerste instantie heb ik ze wel ingezet.